Bijna 80 jaar nadat het uit de lucht werd geschoten door de Duitse bezetter, heeft Defensie een vliegtuig geborgen bij Alblasserdam. Het gaat om het Hawker Typhoon jachtvliegtuig van de Britse Royal Air Force dat op 28 september 1944 neerstortte in de polder van Alblasserdam. Naast wapens en de vliegtuigstoel is ook de motor uit de grond gehaald. We staan hier te kijken naar het motorblok van het jachtvliegtuig dat hier gevonden is. Dat is een heel bijzondere motor. Het is Sabre Napier. 24 cilinders, ruim 2000 pk. Een enorm vermogen. Die is hier gevonden op de crashlocatie. En ik hoop dat die later in een later stadium een plek krijgt in Alblasserdam. Om het verhaal van Jean Nouel, de Belgische piloot die in Engelse dienst vloog en hier overleden is, eigenlijk tastbaar maakt. Het is nu bijna 80 jaar geleden dat de vlieger is neergestort, Jean Nouel van Dalen. Dus we willen eigenlijk de herinnering levend houden. Dat was één reden, blijf het verhaal vertellen. Deze vlieger is er niet meer. De hele generatie die de oorlog heeft meegemaakt is er bijna niet meer. We willen graag ook uit respect, maar ook om het verhaal te vertellen wat er gebeurd is. Het tweede is dat er nog ook resten van munitie in de grond zaten. Dus het risico wat dat gaf. En de derde reden was dat er ook nog wat verontreiniging in de grond zat door de olie van het vliegtuig. Dus dat is er nu ook uitgehaald. Er liggen nog een aantal paar honderd vliegtuigen in Nederland in de grond. En elk project is wel bijzonder op zijn eigen manier. Want ja, wat is de historie erachter? En ja, hoe tref je het vliegtuig aan? De geborgen restanten van het vliegtuig worden naar een centrale locatie van Defensie gebracht voor een grondige inspectie. Daarna zijn de vondsten mogelijk te zien in verschillende musea.